FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Zwarthoed Kiri, Tegels en Sanitair. Wim Jonk 1-4 tegen de Graafschap. Je moest op het laatste moment aanpassingen doen. Dat lijkt me niet echt ideaal in zo'n wedstrijd tegen de Graafschap. Nee, dat verstoort wel je voorbereiding. En dat is natuurlijk uiterst zuur dat eerst Marco uitvalt. En dan hoor je dat er iets met een test is van Nick Dodeman. Ja, dat is zo'n uiterst zuur. En de test is gewoon weggeraakt. En Nick heeft geen uitslag. Dus ja, bij geen uitslag mag je niet spelen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend zuur. Hoe was deze wedstrijd voor jou? Het was een wedstrijd die we eigenlijk verwachten. Graafschap die heel compact speelt. Veel op de lange bal, veel op de voorzet. En ik denk dat we als team niet hard genoeg hebben gewerkt. Veel hebben nagelaten. En vooral, zoals iedereen heeft gezien, niet scherp uit de kleedkamer komen. En dan geven we als team op. Wat heel raar is, wat ik niet snap. Maar daar moeten we goed mee zitten met het team. En dan gaan we weer verder. Ik moet zeggen, de Graafschap speelde echt naar zijn hart. Met het hart, laat ik het zo zeggen. En dat weet je. Dat is ook de manier om ons goed aan te pakken. Ja, dus we hebben hun huiswerk goed gedaan. En ik moet zeggen dat dan worden de goals worden leidend in deze wedstrijd. En terwijl je zelf de beste kansen krijgt om op voorsprong te komen. En die maak je niet met Alex en met Saka. Ja, en dan krijg je een goal tegen waarin de keeper er ook niet goed uitziet bij een voorzet. Even misschien net te weinig druk op de bal. Het centrum is weg. Ja, dat kan niet tegen de Graafschap. Ja, ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV is dit eigenlijk een wereld van verschil. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Ik moet de jongens vragen. De beleving was er niet. Ja, de eerste 10 minuten wel, maar na die 1-0 van hun zakt het allemaal weg. En spelen we niet ons eigen spelletje. Ja, blijf je dan geloven in een resultaat als het dan op een gegeven moment 0-3 staat? Ja, natuurlijk, alles kan in het voetbal. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Kaars maakt de aansluiting, Steffen. En als je dan, als je dat team, krijg je nog een paar kansjes. Maar als dan die 1-4 binnenvalt, wordt het wel heel moeilijk. Ja, hoe heb je naar die tegengoals gekeken? Frustreert het je een beetje? Nou, een beetje kun je weglaten. Het frustreert me verschrikkelijk, want zeker de tweede goal. Ja, dat is alles bepalend. Want je gaat, je staat 1-0 achter in de rust. Dan is er nog geen man overboord. Wij kunnen nog best 2 goals maken. Dus we moeten onze energie goed verdelen weer ook in die tweede helft. Ja, en als je dan 10, 15 seconden bezig bent en je geeft eigenlijk een goal weg. Ja, dan gaat er ook in dat energielevel bij de spelers natuurlijk wat gebeuren. Want dan zak je dus door de grond. En zag je ook dat de ploeg daar een enorme knak van kreeg. Waardoor eigenlijk de wedstrijd gespeeld was. Je hebt wel Denzo Casius laten debuteren. Hoe heeft hij het gedaan? Nou, ik vond dat Denzo het zeer goed heeft ingevuld. Als je dat voor de eerste keer doet na 1-2 trainingen meedoen. En er wordt meteen een beroep op je gedaan, omdat Marco natuurlijk uitviel. Ja, dan is het bewonderenswaardig hoe die jongen goed overeind blijft. En een fantastische assist volgens mij nog had bij de goal. Dus ja, wat dat betreft goed gedaan. Ja, en wat moet er nou gebeuren richting de komende wedstrijden? Ik denk dat we gewoon als team weer stappen moeten maken. En weer moeten geloven in dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. En ja, tegen de tegenstanders die boven ons staan resultaat kunnen halen. Volgende week Go Ahead Eagles. Dus daar moeten we klaar voor zijn.